Eerste kaartje. Waar zou je wel willen wonen? Oh, gelukkig. Het is makkelijk om te beginnen. Ik zou heel graag aan de westkust van Schotland op een schiereiland wonen. Liefst bij een groot kasteel in de buurt. Wie zijn je favoriete auteurs? Mijn favoriete auteur is Georgette Heijer. Het is de uitvinder van de kasteelroman. Ze heeft het genre van de Regency novel uitgevonden en omdat ze geld wilde verdienen, moest verdienen voor haar gezin. En binnen dat genre heeft ze eigenlijk een parodie op haar eigen genre gemaakt. Het is een guilty pleasure van Stephen Fry. Zo ben ik op de boek gekomen. In een interview zei hij van nou, als ik echt een zondag vrij heb, dan lees ik Georgette Heijer. En toen was ik heel benieuwd. Dus Georgette Heijer. Wat zijn je favoriete kwaliteiten in een vrouw? Ja, dat is wel een hele genderspecifieke vraag. Ik vond Belle van Zuilen, die zegt ik heb geen talent voor ongeschiktheid. Vooral dat ze talent gebruikt. Dus de favoriete kwaliteit in een vrouw is wel strijdbaarheid. Wat is de grootste fout die je in je leven gemaakt hebt? Dat is er één. Oké. De grootste fout die ik in mijn leven gemaakt heb is denk ik wel het mezelf zo moeilijk maken dat ik naar Schotland moest verhuizen. En daar in een ecodorp gaan wonen zonder duidelijke verdienmodel. En bijna opgeblazen worden door een Japanner. Ja, dat was wel de grootste fout. Er een boek over schrijven was dan wel weer een goed idee. Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Nou, dat ze überhaupt mijn vrienden willen zijn en mijn eindeloze gezanik aan willen horen. En altijd maar weer zeggen, oh ja, leuk dat je belt. Dat is mijn waardering voor mijn vrienden. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik wilde dit boek eigenlijk niet schrijven. Ik vond het een heel gevaarlijk boek om te schrijven. Omdat het gaat over intimiteit en seksualiteit. Ik dacht, nou, kan je als vrouw beter niet doen. En daarom wilde ik het toen wel schrijven. Toen denk ik, oké, als ik hier zo bang voor ben, kan ik het maar beter wel doen. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Het is het meest persoonlijke boek dat ik heb geschreven. Ik heb ook een naakte vrouw op de voorkant, omdat ik vind dat ik me daarin helemaal blootgeef. Wil je dat mensen dat lezen? Ja, omdat eerlijkheid uiteindelijk toch het lekkerste is. In hoeverre is dit nieuwe deel over Clifford Castle anders dan de vorige drie? Kijk, ieder boek in de Clifford Castle serie gaat één laagje dieper. Dus het makkelijkste niveau was boek 1. Dat was gewoon een leuke verrassing en verbazing. Boek 2 ging waarom, wat zit erachter. Boek 3 ging van wat is het pijnlijke verhaal van hoe ik hier kom. En in boek 4 ga ik echt op de laag van oké, wat zijn alle dingen die je niet wil zeggen, niet wil dat mensen van je weten, niet wil toegeven. Dus het is anders dan de vorige drie. Wat ben je liever, huishoudster of schrijver? Nou, huishoudster is wel rustiger. En het was natuurlijk een enorm leuke inspiratie om huishoudster te zijn. Dus liever ben ik schrijver. Oh, ben je beter in het huishouden geworden na je tijd op het kasteel? Nee, slechter eigenlijk. Omdat ik zo overveel heb gehuishouden dat ik er nu echt heel erg genoeg van heb. En dat ik strijken zonder een kamer om in te strijken toch minder aantrekkelijk vind. En dat als ik niet 3 kilometer hoef te stofzuigen, dat het eigenlijk niet meer zo boeiend is. Dus ik ben heel erg verwend geworden in huishouden. Ja, ik vind Artemisia Gentileschi echt een kunstenaar die me zo keihard in mijn maag raakt. Dat ik er iedere keer weer verbaasd over ben. En dat zij op de voorkant van mijn boek staat, vind ik echt geweldig. Dus als ik dat oppak, denk ik, wauw, daar is ze.